Goedenavond allemaal, welkom op deze presentatie van SkyWorld Community. In deze presentatie gaan we kort door alle basisinformatie die het fonds ons heeft aangegeven en meegegeven om dat met jullie op een zo goed mogelijke manier te delen. Ik zal me even kort voorstellen, mijn naam is Earl Kerrić. Ik ben officiële spreker van SkyWorld Community. In de Nederlandse taal, dus in dit geval voor Nederland. Daarnaast ben ik een lid van het communicatieteam en wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie binnen Nederland. En ik ben ook professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter en daarmee is het mogelijk om Skyway of Unitsky String Technologies middels foto's te visualiseren, zodat men een nog betere indruk kan krijgen. Ik kom hier later in de presentatie ook even op terug. Het milieu. Het milieu is eigenlijk op dit moment een soort van snelkookpan. En er worden met enige regelmaat mooie innovatieve oplossingen bedacht om ervoor te zorgen dat het milieu toch een stukje leefbaarder wordt. Dat de aarde iets minder snel opwarmt. Maar eigenlijk helpt geen van alle innovatieve uitvinding op dit moment de aarde een stukje af te koelen. En blijven onverhoopt met het stukje milieu opgezaald. En daar is eigenlijk op dit moment nog geen goede oplossing voor hoe dat op een goede manier terug te brengen. Er is er wel eentje en daar ga ik jullie zo meteen iets meer over vertellen. We zijn eigenlijk al een hele lange tijd bezig om het klimaat terug te dringen. Dat wil zeggen, vaak is in het nieuws dat er problemen zijn met het smelten van de ijslaag op de Noordpool. Dat het iets sneller gaat dan dat we hopen. En dat de aarde door onder andere de industrieën en de opkomende landen gigantisch snel, eigenlijk te snel opwarmt. Met alle gevolgen van dien. Nu is er ongeveer 40 jaar geleden is er een persoon geweest die heeft een fantastisch idee weten te bedenken. Alleen was het destijds niet de tijd om dat idee goed weg te zetten. Simpelweg omdat de techniek er niet voor was. En ik ga jullie daar zo meteen een stukje meer over vertellen. Dit is Anatoly Unitsky. Deze sheet staat in het Spaans. Hij is in 1978 begonnen met zijn idee uit te werken. En in 1978, of medio 78, had hij al een aantal visies en een aantal ideeën hoe dat op een goede manier, op een zo goed mogelijke manier, te kunnen doen. Alleen destijds was de techniek die hij in gedachten had, die was er wel, maar het was simpelweg gezegd niet de tijd om die techniek goed weg te zetten, waardoor het ook daadwerkelijk zou kunnen helpen. Inmiddels zijn we in 2021 en Unitsky String Technologies al ruim 7 jaar echt daadwerkelijk bezig om het idee van Anatoly Unitsky op een zo goed mogelijke manier te ontwikkelen en daarbij ook in de markt te zetten. Wie is Anatoly Unitsky? Hier staan een aantal gegevens van Anatoly Unitsky. Onder andere een aantal patenten die hij op zijn naam heeft staan, een aantal onderscheidingen. Samenwerking met de United Nations of in het Nederlands de Verenigde Naties. Dat is eigenlijk een kleine greep van wat Anatoly Unitsky heeft weten te bereiken in zijn leven en met zijn ideeën om de wereld een stukje beter achter te laten. Zoals jullie op de foto zien en in de tekst zien staan, op de foto zie je al een klein stukje van Unitsky String Technologies, hoe dat er in zijn visie uitziet. En dat is simpelweg gezegd transport op het tweede niveau. En op de foto zien jullie eigenlijk een transportlijn op een die aan een paal rust hangt op vrij hoge afstand van de grond. Dit zijn een aantal modellen die Unitsky heeft bedacht, samen met een team van heel veel engineers. Een aantal modellen zijn reeds daadwerkelijk bestaande modellen en een aantal modellen zijn nog 3D-tekeningen. Je ziet op de tweede foto van links op de bovenste rij bijvoorbeeld
Een daadwerkelijke foto die is genomen op de Ecotechnopark. Daar zie je de Unibike en de Unibus. En dat zijn eigenlijk de twee eerste modellen die daadwerkelijk geproduceerd zijn in Wit-Rusland. En dat zijn ook de eerste modellen die getest en gecertificeerd zijn. Wat zou het kunnen betekenen? Simpel gezegd, Unitsky String Technologies is een ruimtebesparing voor mens en natuur. Het klinkt heel, heel vreemd, maar de constructie waar ik later nog op ga terugkomen neemt veel minder ruimte in beslag dan een huidige weg. Daarbij is het transport van Unitsky String Technologies ook nog CO2-neutraal. Dus dat betekent praktisch geen uitstoot. Er zijn in het verleden al verschillende pogingen geprobeerd om de industrie op een zo goed mogelijke manier te leiden. Daarbij is er eigenlijk ook in een heel vroeg stadium al gedacht over transport op het tweede niveau. Dat zie je ook op de foto. En verder zien jullie op de foto's eigenlijk hoe het op onze wereld er op dit moment aan toe gaat. Volle snelwegen en eigenlijk geen gezonde lucht meer. Te bekennen. Dit zijn werkelijke foto's. Ik weet toevallig, en dat is, die staat hier niet op de foto, maar in Nigeria, Lagos, de hoofdstad van Nigeria, is het ontzettend druk en daar is dit eigenlijk dagelijkse praktijk. Ik geloof ook in India een aantal steden dat het echt te druk is om op een goede manier te kunnen reizen en op een goede manier te kunnen genieten van schone lucht, waar we eigenlijk met z'n allen toch wel van mogen en zouden moeten kunnen genieten. Wij als mens zijn natuurlijk volhardend en dat heeft eigenlijk heel veel gevolgen. Er gebeuren van tijd tot tijd gigantische rampen en die rampen hebben ook weer invloed op onze aarde. Je kunt daarbij denken aan schepen waarbij de olie wegcijpelt, die dan weer in de zee terechtkomt en waardoor uiteindelijk weer de dieren in de zee besmeurd raken met een dikke olielaag en als ze niet op tijd worden geholpen, dat ze uiteindelijk ook het niet overleven. Op deze foto zie je, of deze sheet zien jullie een aantal foto's waar ik net over had. Er zijn verschillende pogingen geprobeerd om het transport op het tweede niveau te plaatsen. Dat kun je ook op de foto's links en rechtsonder zien. Linksonder is een foto uit Duitsland. Daar zijn een aantal monorails. En die bestaan er ook. Ik weet dat toevallig ergens een universiteitsstad er een heeft. En in China zijn ze ook bezig om transport te ontwikkelen dat gebruik maakt van een monorail. En op de foto rechtsboven zie je eigenlijk wat er gebeurt op het moment dat je een weg niet meer gebruikt. Dan pakt de natuur hem op een hele geleidelijke manier terug. En ik zou eigenlijk zeggen, de natuur pakt terug wat hem eigenlijk toekomt. Dit zijn een aantal foto's van monorails. Op de foto links zie je een wagon en die, eigenlijk hebben ze met elkaar gemeen dat ze worden getrokken. Als je het gaat vergelijken met Unitsky String Technologies, waar ik zo meteen iets meer over ga vertellen, dan is een monorail niet hetzelfde als wat Unitsky String Technologies op dit moment heeft uitgevonden, of dan wat Anatoly Unitsky heeft uitgevonden en Unitsky String Technologies produceert. Dat is totaal niet met elkaar te vergelijken. Monorail maakt gebruik van motoren die uiteindelijk een baan of een ketting van boven naar beneden trekt. Je kunt erbij ook denken aan de stoeltjesliften op de skipiste. Dat je uiteindelijk op die manier van boven naar beneden gaat. Af en toe gebeurt er ook nog wel eens een ramp mee. Dat is niet in deze webinar, maar het geeft ook aan dat de techniek heel fragiel is. En op zich wel een hele mooie techniek, maar het lijkt niet naar waar het eigenlijk naartoe zou kunnen. Dit is Unitsky String Technologies. In het verleden werd het Skyway genoemd. Sommige mensen zullen het nog steeds Skyway noemen. Maar uiteindelijk is het nu Unitsky String Technologies. Hier is ook over bericht vanuit het bedrijf zelf. Dus ik noem dat nu ook gewoon Unitsky String Technologies. Wat je op deze foto ziet is een Unicar T1 en een Unicar T3. Beide zijn gemaakt op het Ecotechnopark. De Unicar T3 is een
is een bestaand model, is zeldzaam. Die zien we niet heel vaak. Hij is wel tentoongesteld op verschillende beurzen. En de Unicard T1, dat is op de foto links, de meest linksbovenste foto. Dat is op het Ecotechnopark en daar hangt hij aan de flexible stringrail. En dit model heeft dus een eigen motor. Met een eigen stroom, of een eigen motorwiel dat zelf in staat is om stroom op te wekken, stroom af te geven. En op die manier te kunnen voorzien in zijn eigen onderhoud, in wat hij nodig heeft. Dan is er nog een computeranimatie van een vrachtsysteem. Op die foto zien jullie een Unicar, of een Unitruck U4131. Dit model wordt op het Ecotechnopark ook al daadwerkelijk getest. En daar kom ik ook later nog even op terug. Dit is een doorsnede van ons aardoppervlak. En wat je eigenlijk op deze foto gaat, of op deze sheet gaat zien, is wat er voor nodig is om er iets op te kunnen bouwen. Wat opvalt is dat ons aardoppervlak is totaal niet egaal. Om er iets op te bouwen moet het geëgaliseerd worden. Wat je dus ziet is dat de dieren die normaal gesproken gebruik maken van het opper- en ondervlakte klem komen te zitten. En dat is letterlijk wat er gebeurt. Dan komt er een fundering op. Dat is die, op mijn beeldscherm is dan de zwarte streep of zwarte blok. En als dat is gelegd, komt, kan het bovenste gedeelte erop. En in dit geval is dan een rails. Dus er is, als je kijkt naar een rails van een reguliere trein, dan is er onder de spoorconstructie is er eigenlijk een fundering van zeker 1,5 tot 2 keer zo breed als dat er werkelijk nodig is. Want op het moment dat dat niet... Als het niet wordt gedaan, dan zou de rails kunnen verzakken in het aardoppervlak. Als we kijken naar Unitsky String Technologies, hoe hun het bedenken, dan is het door middel van daadwerkelijk palen in de grond. Die heten intermediate supports en een station of een gebouw wordt in het Engels anchor support genoemd. De palenconstructie in de grond kunnen op verschillende afstanden van elkaar worden gebouwd. En het grootste voordeel is dat de grond niet geëgaliseerd hoeft te worden in tegenstelling tot het bouwen van een huidige spoorconstructie. Het is dan ook nog een aantal sheets van hoe dat eruit zou kunnen zien. Wat ze doen is een aantal palen in de grond zetten. Dan wordt er een kabel tussen gespannen. Op het moment dat de kabel op spanning staat, of de rail of kabel op spanning staat, de stringrail moet ik eigenlijk zeggen, of als ik het letterlijk ga vertalen, de snaar, dan worden de zijsteunen eruit gehaald en dan wordt uiteindelijk de rail verbonden met een station of een gebouw, net wat er op dat moment nodig is. Hier zien jullie ook nog op de bovenste een doorsnede van een rail, hoe dat eruit kan zien en wat ik ook eerder aangaf, ze kunnen op verschillende spanwijdtes worden gebouwd. In de Emiraten als voorbeeld wordt een testbaan gebouwd van 2,5 kilometer lang, waarin de anchor supports of de intermediate supports op 288 meter van elkaar komen te staan. De eerste lijn de flexible string rail lijn op het Ecotechnopark in Wit-Rusland heeft bijvoorbeeld een spanwijdte van 100 tussen de eerste paal, 200 tussen de paal 2 en paal 3 en weer 100 naar het eindstation. Dus het geeft hem eigenlijk goed weer van hoeveel weinig ruimte dit in beslag neemt. In het blauwe gedeelte zien jullie een foto van de binnenkant van een model wat aan de string zou kunnen hangen. En dan zie je eigenlijk dat het praktisch onmogelijk is dat het zou kunnen ontsporen. Ik wil eigenlijk persoonlijk zeggen, het is gewoon niet mogelijk. Daar wordt het nu ook op getest. En dat is gewoon een heel belangrijk onderdeel, want als iets zou kunnen ontsporen, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Dan zien we een doorsnee van een rail, hoe dat eruit ziet. Daarin zie je kabels lopen. In de stringrail zit een hele hoop techniek verwerkt, waaronder informatiekabels, techniek waardoor de energie die vrijkomt ook op een goede manier weer doorgeleid kan worden. Dus de techniek die in de rail zit is zo uniek dat het eigenlijk niet te evenaren is door andere bedrijven. Dit is een sheet waarin je ook een aantal doorsneden ziet.
wat er mogelijk is. De modules van Unitsky String Technologies kunnen op zeer korte afstand achter elkaar blijven rijden. Dit gebeurt volledig automatisch en ze kunnen met elkaar communiceren. Dus als het voorste model een probleem zou hebben en iets langzamer moet gaan rijden, dan zal het model wat erachter rijdt hetzelfde gaan doen en zijn snelheid aanpassen. Als voorbeeld, bij een huidige trein moet de machinist dat ten alle tijde doen. Doet de machinist het niet, dan grijpt de automatische treinbesturing in. Maar dat wil ook niet altijd helemaal 100% garantie geven. Dit is een foto of een sheet waarop je in het blauwe gedeelte ziet een doorsnede van een gebouw. Unitsky String Technologies, en dat is ook terug te vinden op internet, naast wat ze nu aan het ontwikkelen zijn, zijn ze ook bezig met lineaire cities. Dat zijn hoge flatgebouwen en Unitsky String Technologies heeft als idee dat ze die lineaire cities met elkaar willen verbinden door middel van stringrails. En dat kunnen flexible stringrails zijn in de hoogte en op de iets lager, in dit geval dus, zie je eigenlijk dat het een meer stugge stringrail is. Maar het geeft goed aan wat er mogelijk is en dan zou je kunnen denken dat je bijvoorbeeld van het ene gebouw naar het andere gebouw gaat en de opgewekte energie die het model van Unitsky String Technologies dan doet, net afhankelijk van welk model dat is, dat kan in het eerstvolgende station, mocht het nodig zijn, de energie weer afstaan aan het gebouw zelf, waardoor mensen die in het gebouw wonen, werken, recreëren, diezelfde energie weer kunnen gebruiken. Dan zien jullie rechtsonder een foto van een drone. Deze is in 2018 tentoongesteld op het Ecofest. Inmiddels zijn ze bezig met het model daadwerkelijk te testen en kan die op dit moment een gewicht tillen van meer dan 600 kilo. De bedoeling is dat hij naar 1500 kilo gaat. Ik heb geloof ik ook al daadwerkelijk test gezien dat hij al richting de 1000 kilo gaat, maar 600 kilo is officieel bevestigd en ja, dat is eigenlijk een gigantische stap vooruit, want deze drone wordt straks ingezet in moeilijk begaanbare gebieden. Dit is een brug en daarnaast zie je een lijn van Unitsky String Technologies. Die brug hangt aan kabels. De stringrail maakt gebruik van kabels, hangt natuurlijk wel aan constructiepunten vast. Maar je ziet eigenlijk op deze foto goed hoe weinig ruimte Unitsky String Technologies in beslag neemt in vergelijking met een brug. Bijvoorbeeld voor scheepvaart is een constructie met Unitsky String Technologies vele malen beter dan dat een huidige brug zou kunnen zijn, want er wordt nog wel eens tegen een brug aangevaren. Dit zijn een aantal stringrail modellen, waar ik net al over sprak, de flexible stringrail. Dat is de onderste, dat is de gebogen rail. Dan komt de middelste, dat is de stringrail waarbij het mogelijk is om zowel boven als onderlangs modules te laten rijden. Die wordt op het Ecotechnopark, is die ook daadwerkelijk gebouwd en daar rijdt op dit moment de High Speed Unibus over en onder hangt de B-Rail Unibus. Daar kom ik ook zo nog later even op terug. Maar die worden op het Ecotechnopark al gebruikt en de bovenste is een enkele stringrail en ook die worden op het Ecotechnopark gebruikt. En daar wordt op dit moment de Unibus U4210 op getest. Op de foto zien jullie een doorsnede van hoe de rail eruit uitziet. Je zou kunnen zien, maar daadwerkelijk ziet. En dan zie je eigenlijk hoe smal dat is en wat voor techniek wat wij kunnen zien dan. Want we weten natuurlijk niet alles, maar wat voor techniek daarin zit. De energie wordt opgewekt door middel van de wrijving van staal op staal. En hoe harder het model natuurlijk gaat, hoe meer energie er opgewekt zou kunnen worden. Op het moment dat het model remt, wekt hij nog vele malen meer energie op. Als hij het station binnenkomt, dan is hij in staat om de energie af te staan. Net wat ik al eerder aangaf, voor recreatief gebruik of net wat er nodig is. Dit is een doorsnede van de aerodynamica van een auto. En de aerodynamica van de High Speed Unibus. Wat je ziet bij de auto is dat op het moment dat de auto voorbij is, dat er een soort ongecontroleerde windstroom ontstaat.
Waarbij eigenlijk vaak heb je dat bijvoorbeeld ook met vrachtwagens, als die voorbij komen rijden, voel je een soort harde, doffe tik en je voelt gewoon dat die voorbij komt rijden. Als je kijkt naar het design van de High Speed Unibus, dan zie je dat de aerodynamica zo is ontworpen dat op het moment dat de High Speed Unibus voorbij is of aankomt, dat de wind eigenlijk in een goede lijn weer tot een goed punt komt. Door dit ontwerp verbruikt het ook eigenlijk veel minder energie dan dat een huidige auto dat zou moeten doen. Of in dit geval, of als voorbeeld, een trein dat ook doet. Dit is High Speed Unibus. Op de foto rechtsboven zie je een daadwerkelijke foto. Deze is genomen op het Ecotechnopark in Wit-Rusland. En op de twee foto's daar beneden zie je de Unibus U4210 en de High Speed Unibus. En met wat specificaties, het aantal passagiers wat ze kunnen vervoeren. Dit type High Speed Unibus kan 6 passagiers per keer vervoeren. Dit is nog een keer Anatoly Yunitsky met waarschijnlijk een patent of een certificaat die hij heeft mogen ontvangen. Certificaten en patenten zijn een heel belangrijk onderdeel. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van de techniek. De techniek van Yunitsky String Technologies is zo uniek dat geen enkel bedrijf dit kan evenaren dan wel kan namaken. En alles wat ze ontwerpen of bedenken wordt direct gepatenteerd zodat het ook bij hun hoort. Dit is het boek van Anatoly Yunitsky. Dit is een iets eerder boek wat hij heeft geschreven. Dit is in het Russisch. Ik heb ooit een poging getracht om daaraan te beginnen, maar mijn Russisch is nog niet voldoende dat ik het ook daadwerkelijk kan begrijpen. Maar eigenlijk alle informatie die hij heeft opgeschreven in dit boek is terug te vinden op de officiële kanalen van Yunitsky String Technologies. Ook op zijn persoonlijke site, dat is www.yunitsky.engineer, kun je een hele hoop informatie terugvinden over hoe hij dit heeft weten te ontwerpen en wat zijn ideeën, zijn visie. Dit zijn een aantal certificaten die hij heeft gekregen en een aantal patenten. En dit is een kleine greep van wat hij daadwerkelijk van wat ze daadwerkelijk allemaal hebben. Dit is nog een sheet met een aantal certificaten. En wat opvalt is het certificaat rechtsonder met het gekleurde ja-vinkje. Dat is een certificaat wat is afgegeven door de Europese Unie. Dus de Europese Unie is wel degelijk op de hoogte van Yunitsky String Technologies en wat zij willen en gaan doen. Dit is nog een keer Anatoly Yunitsky met een aantal dingen die hij heeft ontworpen. Sommige zijn al gerealiseerd, sommige zitten nog in de pijplijn om ontworpen te worden. Een van die, van die programma's waarmee hij bezig is, is Spaceway. En dat is eigenlijk dat hij op dezelfde techniek raketten, of tenminste modules van aarde naar de ruimte wil lanceren. Ook hier kun je meer over terugvinden op zijn eigen site, dat is www.yunitsky.engineer. Dit is de rolling stock van Yunitsky String Technologies. Ik ga van boven naar beneden. Boven zien jullie de Uniwind. Dat is een lichtgewicht module, plaats voor 2 passagiers. Dan krijg je de Unibike. Deze Unibike is het eerste model dat Yunitsky String Technologies in eind 2016 heeft gecertificeerd. Dit model is zowel automatisch als manual te bedienen. Manual wil zeggen dat je gewoon daadwerkelijk kunt trappen en dat je op die manier de energie opwekt om vooruit te gaan. Dan krijgen we de Unicar T1. Deze is op dit moment op het Ecotechnopark in Wit-Rusland getest, gecertificeerd. Er is ook een andere Unicar. Dat is de Unicar U4131T. Dat model gaan jullie straks ook zien. Dat is de tropische versie. Alle modellen gaan ongeveer 150 km per uur. En afhankelijk van de grootte kunnen ze ook een x-aantal passagiers meenemen. Bijvoorbeeld de Unicar U4301T
T1. Die kan 6 passagiers vervoeren. Dan krijgen we de Unicar U430T3. Die kan de 18 vervoeren. Dan krijgen we de Unibus U4210. Die kan er ongeveer 10 tot 14, tot variërend afhankelijk van de grootte, maar dit is ongeveer 10 tot 14, zou die er kunnen vervoeren. Dan krijgen we de Unibus U4220T2. Dat is een bierrail Unibus, die maakt gebruik in tegenstelling van, van de andere variant van beide gedeeltes van de stringrail. Die foto gaan jullie ook straks zien om een indruk te krijgen. En dan krijgen we de High Speed Unibus. Die kan tot 500 km per uur. En die kan in deze versie 6 passagiers per keer vervoeren. Dan krijgen we de Unicont. Dit model, daar wachten we eigenlijk met Smart op, is in ontwikkeling. Op dit moment wordt er in Wit-Rusland en in Shaya hard gebouwd aan de baan om straks de Unicont ook te kunnen gaan testen. Dan krijgen we de Unitruck. Dat is op de foto zien jullie een dubbele versie. Of op de doorsnede is een dubbele versie. Op de foto zien jullie een enkele versie. Hij wordt op dit moment op het Ecotechnopark ook getest. Maakt daar op het Ecotechnopark gebruik van dezelfde baan als de Unitrans. En de Unitrans is een doorsnede van de onderste foto. En die wordt straks gebruikt om bijvoorbeeld steenkolen, ijzererts, noem het maar op, van moeilijk begaanbare gebieden in de bergen op een efficiënte manier naar bijvoorbeeld havens of overslagplaatsen te kunnen transporteren. Dan is de foto linksonder is een model, dat is er wel, maar daar is nog niks over bekend. Dus die maakt eigenlijk gebruik van dezelfde lijn op het Ecotechnopark als dat de Uniwind dat doet. Dus het zal een model zijn wat zandzakken of iets dergelijks van A naar B zou kunnen transporteren. Dan is er nog een ander model, dat staat hier niet op de foto, maar wil ik wel graag benoemen. Dat is de Unilight. Dat model is op het Ecofest 2019 gepresenteerd. En dat model wordt straks ingezet voor de eerste commerciële lijn die langs het Ecotechnopark in Wit-Rusland op dit moment in aanbouw is. En de bedoeling is dat daar toeristen straks van de parkeerplaats naar het vakantiepark vervoerd kunnen worden, wat naast het Ecotechnopark ligt. Dit zijn een aantal vergelijkingen van Unitsky String Technologies tot het huidige vervoerssysteem wat wij kennen. En je ziet eigenlijk op alle sheets dat Unitsky String Technologies het meest zuinig is. Dit is nog een keer een foto van de Unicar. Sommige foto's zullen jullie dubbel terugzien. En dat is op zich alleen maar goed van. Dan krijg je op die manier ook gewoon een betere indruk. De informatie kan soms voor velen heel veel zijn. En op het moment dat je dan een foto iets vaker voorbij ziet komen, dan ja, kun je toch misschien van binnen een idee krijgen van, hey, wacht even, ja, ik begrijp wat er wordt gezegd. Want dat is met de hoeveelheid informatie die vanuit Unitsky String Technologies naar buiten komt, is het soms heel moeilijk om dat op een goede manier tot je te nemen. Maar je ziet op deze sheet wat informatie over Unitsky String Technologies. Vaak wordt de vraag gesteld van, wat nou als er een probleem is met een van de modules, wat gebeurt er dan? Dat is een hele logische vraag, die vraag had ik zelf ook. Op het Ecofest 2019 is dat ook daadwerkelijk aan ons gedemonstreerd. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben eerst één Unicar naar het middelpunt van de Flexible String Rail laten rijden en die is daar tot stilstand gebracht. Vervolgens hebben ze een andere Unicar ernaartoe gestuurd. Die heeft aangekoppeld aan de eerste Unicar en op die manier heeft hij de Unicar veilig teruggebracht naar het eerste station. Dit is eigenlijk een van de vele mogelijkheden die Unitsky String Technologies heeft bedacht om praktisch alle rampen die er zouden kunnen ontstaan op een efficiënte manier te kunnen ondervangen. Alle modules hebben ook hulpmotors, dus het wil niet zeggen als de eerste motor uitvalt dat ze dan een probleem hebben. Nee, er is altijd een extra hulpmotor en in sommige gevallen zijn er meer hulpmotors. Hier zien jullie een foto van de High Speed Unibus en de B-Rail Unibus op het Ecotechnopark. En daar zie je ook de stringrail die wordt gebruikt voor deze twee modellen.
En je ziet ook dat de constructie vrij stevig is, want dat is ook nodig, omdat de high-speed unibus normaal gesproken, en dat zal straks ook gaan gebeuren, wordt getest, zodat hij ook op 500 km per uur kan rijden. Als je dan een hele smalle constructie hebt, dan ja, kan dat voor problemen zorgen. Dus vandaar dat de high-speed unibus gebruik maakt van deze spoorconstructie. De B-rail unibus doet dat ook. Het woord B-rail spreekt al voor zich, want hij maakt gebruik van beide kanten van de stringrail. Er zijn twee prioriteiten binnen Unitsky String Technologies. De eerste is het passagiersvervoer en de tweede is het vrachtvervoer. Toen Unitsky String Technologies medio 2014 begon met de modellen te produceren en te certificeren, lag de vraag eigenlijk iets anders. De vraag lag meer op het passagiersgedeelte. In de loop der tijd is de vraag van het passagiersgedeelte omgedraaid naar het vrachtvervoer. Dat wil niet zeggen dat het passagiersgedeelte nu op een laag pitje staat, totaal niet. Maar het laat wel zien hoe de wereld verandert en hoe Unitsky String Technologies daarop anticipeert. Het geluid. Ook veel vragen die ik wel eens hoor van hoeveel geluid produceert nou een module van Unitsky String Technologies? Dat is heel moeilijk te omschrijven. Als je dat gewoon in feite zou moeten zeggen, dan produceren ze om en nabij de 80 decibel als ze op snelheid zijn. Maar op het moment dat ze opstarten, en dat is eigenlijk een ervaring die zelfs het beste is om zelf mee te maken, je hoort ze niet opstarten. Pas als ze op enige snelheid zijn, dan hoor je wel dat er iets aankomt, maar dat is nog vele malen minder dan dat een huidige trein of een dieseltrein dat doet, zoals je die nu in je dagelijks leven wel eens voorbij hoort razen. Dit is een foto van het ankersupport of het station op het Ecotechnopark. Daar hebben ze onlangs een hele hoop aanpassingen gedaan. Aanpassingen om de isolatie. Tussen de, tenminste, om wat extra isolatie aan te brengen tussen de koppelstukken van de stringrail. Zodat het geluid wat je hoort van de overgang van de ene, van het ene stuk naar het andere stuk geminimaliseerd wordt. Als je in een trein zit, hoor je af en toe ook dat die ja, van het ene spoor naar het andere spoor gaat. Dat daar de koppelstukken een last hebben of net niet goed aan elkaar zijn gelast, waardoor je een hobbel krijgt. Dat zijn ze nu op het Ecotechnopark in Wit-Rusland zo aan het aanpassen dat je eigenlijk een hele, in het Engels is dat een smooth ride, in het Nederlands is dat een glad, ja, een hele rustige rit kunt hebben en dat je niet last hebt van overgangsgeluiden van het ene spoor naar het andere spoor. Dit zijn een aantal foto's van hoe het eruit zou kunnen zien. Dit zijn en geen originele foto's, zijn ook geen echte foto's. Dit is gedaan met computeranimatie. En op de foto links zien jullie een Unicont die over de weg gaat. De foto in het midden zien jullie de Unitrucks in havengebied. En op de laatste foto zien jullie een Unibus. En die rijdt boven landelijk gebied. Dit is hoe het eruit zou kunnen zien. En dit zijn animatiefoto's die je ook gewoon op het internet kunt terugvinden. Dit zijn ook de foto's die gebruikt zijn toen eigenlijk nog heel weinig echt beeldmateriaal beschikbaar was. Berlijn. Unitsky String Technologies heeft op de InnoTrans in Berlijn gestaan. Daar hebben ze de High-Speed Unibus gepresenteerd aan het publiek. De reacties van het publiek waren overweldigend. Want de meeste innovaties ja, zijn ideeën of zijn borduursels of bestaande ideeën en brengen niet echt daadwerkelijk iets nieuws. Als voorbeeld, de NS heeft nieuwe treinen besteld. Maar goed, de trein is al een keer ontworpen. Dit is een, en het wordt nu in een nieuw jasje gezet met wel mooie extra functies, ongetwijfeld. Maar het is niet daadwerkelijk baanbrekend, zoals Unitsky String Technologies dat doet. Het rijdt nog steeds over een rails. Die rails maakt nog steeds gebruik van het aardoppervlak, waardoor dat heel veel plaats in beslag neemt. Dit is een foto van het motorwiel, hoe dat eruit ziet. Dit is een foto van de buitenkant. De binnenkant
Daar zit natuurlijk zoveel techniek in, dat weten wij niet. Dat is ook een van de best bewaarde geheimen van Unitsky String Technologies. Er wordt wel uitleg over gegeven, maar hoe het daadwerkelijk werkt, dat is het grote geheim. En dat is eigenlijk de kracht van Unitsky String Technologies. Dit is het hoofdkantoor, het nieuwe hoofdkantoor van Unitsky String Technologies in Wit-Rusland. Op dit moment werken daar om en bij de 1000 mensen die heel hard bezig zijn met het ontwerpen, de bouw, het certificeren, het onderhoud. Je kunt zo gek niet bedenken, maar dat gebeurt allemaal in Wit-Rusland. Dit is een foto van de bovenkant van een van de fabrieken in Wit-Rusland. Inmiddels is er een tweede fabriek aangebouwd. Die heb ik helaas niet op de foto. Die komt hopelijk op een eventueel volgende webinar zal ik hem in de presentatie zetten. Maar omdat de vraag naar Unitsky String Technologies groeit, hebben zij dus een tweede hal moeten aanbouwen, waardoor ze dus de productiecapaciteit hebben kunnen verhogen. Dit is het Ecotechnopark zoals het ooit begon en zoals het nu is. Het Ecotechnopark is een voormalig tankterrein en militair tankterrein. En er was eigenlijk helemaal niks op. Geen leven, helemaal niks. Het was geen dorre vlakte, maar het was niet wat het nu is geworden. In de loop der jaren heeft Unitsky String Technologies het Ecotechnopark tot een heel mooi testpark kunnen ontwerpen. En zijn er op dit moment ook 5 lijnen daadwerkelijk aanwezig op het Ecotechnopark. Lijn 6 en lijn 7, die worden op dit moment ook gepland om te gaan bouwen, zodat ze ook de zwaardere transportmodellen op een goede manier straks kunnen testen. Dan zien jullie op de foto ook nog een vijver, waar ik net over sprak. Dat is het recreatiegedeelte. Er is een heel groot recreatiepark naast het Ecotechnopark verrezen. Daar kunnen toeristen gebruik maken van de visvijver om te vissen. Ik ben zelf niet van het vissen, dus ik weet ook niet welke vis erin zwemt. Maar het is een park wat heel erg wordt gewaardeerd door de lokale bevolking. Dat is reeds open. Mensen kunnen dat boeken. En de bedoeling is dat het traject waar ik net over sprak, dat naast het Ecotechnopark richting de visvijver gaat. Waardoor mensen dus op die manier op een goede manier daar kunnen komen. En dat traject is 1125 meter lang. Dit zijn nog wat foto's van het Ecotechnopark genomen op het Ecofest. Daarop zien jullie de Unicar, die hangt aan de Flexible String Rail. En je ziet een foto van de Uniwind. Dit is nog een keer de Uniwind. Dan zien jullie een foto van de Unitruck. U4131 en zoals ik net al aangaf, die maakt gebruik van de Unitrans. En dat is eigenlijk een soort grote lopende band, zoals jullie kunnen zien. Op de foto rechts zien jullie de B-Rail Unibus en de onderkant van de High-Speed Unibus. En op deze manier kun je heel goed zien dat de B-Rail Unibus U4220T2 gebruik maakt van de gehele spoorconstructie. Dit is een foto van bijna alle modules die ze nu hebben. Waarschijnlijk zijn alle modules erop. De Unitruck U4131 en Unitrans zijn heel moeilijk te zien. Maar dit zijn de meest bekende modellen die ze nu hebben. En die worden ook daadwerkelijk getest. Op het moment dat een model van Unitsky String Technologies wordt getest, dan moet je eraan denken dat gewicht wat ze erin doen, dat het 2 tot 3 keer het gewicht is dan wat het normaal gesproken zal dragen. Dat is eigenlijk om er zeker van te zijn dat de constructie het niet zal begeven in welke omstandigheid dan ook. Dit is het park in de Emiraten. Dit is een 3D-tekening. En daarop kun je eigenlijk goed zien hoe dat park eruit gaat worden. Een aantal gebouwen is inmiddels af. Op de foto, het meest rechts foto, zien jullie een baan van
Ook de Unicar voor de tropische versie, die is inmiddels ook al daadwerkelijk af, wordt en in gebruik genomen en daarom wordt op dit moment onder andere de Unicar tropische versie getest. Rechtsonder zie je een foto van een 3D-tekening van het Ecohouse. Ook het Ecohouse is op wat kleine werkzaamheden compleet af. Dit is nog een keer een 3D-tekening van het Ecotechnopark, hoe dat er ongeveer uit gaat zien. En wat ik net al aangaf, een aantal gebouwen zijn af. Een aantal gebouwen wordt op dit moment aangebouwd. Dat heeft de afgelopen periode iets rustiger gebouwd. Had te maken met de Ramadan die heeft plaatsgevonden. En de verwachting is dat de aankomende periode de bouw in vol tempo wordt hervat. Dit is een foto van de Unicar tropische versie, wat ik net al aangaf. Die maakt ook gebruik van een 400 meter baan. En die baan is vergelijkbaar met de baan in Wit-Rusland. De intermediate supports staan ook op 100 meter van een station, dan 200 meter van elkaar en dan weer 100 meter naar het station. En op deze baan wordt nu getest dat in ieder geval ook de constructie het tot maximale temperatuurverschillen goed kan houden. Kijk, de temperatuurverschillen in de Emiraten die kunnen tot aan plus 60 lopen. En in Wit-Rusland kan het vriezen tot min 40 en naar beneden. Dus het is vrij divers. Het is een vrij divers complex wat wordt ontworpen. En dat moet eigenlijk gewoon voldoen aan elke weersomstandigheid op ons aardoppervlak. Dit is een foto van de 2,5 kilometer lijn in aanbouw. Dat zijn het beide. Op de ene zie je de bogen. Dat zal onder andere ook de lijn gaan worden waar de Unicont op wordt getest en een Unibus voor 25 personen. Daarnaast zie je een lijn in aanbouw. Daar worden ook straks containers op getest. En die spanwijdtes, dat is een lijn met spanwijdtes van 288 meter tussen elke pilaar. Dit zijn een aantal foto's van het testpark in de Emiraten. Het testpark bevindt zich op het terrein van het Research and Technology Center in Sharjah en maakt daar ook onderdeel van uit. Dit zijn foto's van bestaande gebouwen, zijn originele foto's. Op de foto linksonder zie je het station in aanbouw. Deze foto is van een paar weken terug. En dat laat eigenlijk goed zien hoe hoog dat station gaat worden. En dit is een van de stations die straks gebruikt zal worden, of waarvan straks gebruik zal worden gemaakt om de Unicont onder andere te kunnen testen. Op de foto links zien jullie een kleine, in dit geval ik zal het even simpel houden, een kleine containermodule. Dit zijn de voortesten. Om in ieder geval straks informatie te kunnen vergaren, zodat ze straks precies weten wat de grote Unicont, waar die aan moet voldoen, waar ze rekening mee kunnen houden. Maar het feit dat je op een flexibele stringrail al een kleine container van de ene kant naar de andere kant kunt laten rijden, is natuurlijk een grote stap vooruit. De mensen die dit hebben gezien, die zijn allemaal eigenlijk onder de indruk van wat ze zien, omdat dit is iets wat we gewoon niet kennen. Dan zie je een foto van de Unicar tropische versie. In dit geval is het een VIP-versie. Deze versie is speciaal voor de Sheikh van Sharjah, onder andere. En die zal straks ook worden ingezet voor het testen van de lijn. Daar wordt hij al inmiddels voor ingezet, maar ook dat overheidsdelegaties kunnen ervaren hoe het is om met Unitsky String Technologies te rijden. Want er is geen betere indruk dan een daadwerkelijke ervaring om een goed besluit te kunnen maken. Dubai, dat zijn ook veel vragen. Hoe zit het nu? Onlangs heeft de Sheikh van Dubai een groot plan gelanceerd.
Dubai Urban Plan 2040. En Unitsky String Technologies was daar in kort te zien. Deze video is ook nog terug te vinden. Die heb ik onder andere gedeeld in een van onze communicatiekanalen. Dat is de Facebookgroep. Maar hij is ook terug te vinden op YouTube. Je zou hem kunnen terugvinden dan onder de video's van de RTA Dubai. Maar dat geeft eigenlijk aan wat de Emiraten voor vertrouwen hebben in Unitsky String Technologies. We weten bijna allemaal dat er een traject gepland staat in Dubai van 15 kilometer lang met 21 stops. De video hiervan is al een aantal jaren oud, maar ook daar op de video is goed te zien welke modellen daadwerkelijk straks zullen gaan rijden over die banen. Dit is ook nog een 3D-foto hoe het er straks daadwerkelijk uit gaat zien. En wat je eigenlijk op deze foto ook gewoon ziet, is dat het huidige verkeer totaal geen last heeft van het verkeer wat van Unitsky String Technologies. Ze rijden eigenlijk feilloos boven het huidige verkeer. Maar wat gewoon opvalt is dat de pilaren of de intermediate supports heel weinig ruimte in beslag nemen. Dat is niet goed te zien op deze foto, maar er komen nog foto's aan waarop je dat heel goed kunt zien. Waar staat Unitsky String Technologies? Op dit moment zijn ze heel druk bezig met alles zo goed mogelijk te ontwikkelen. We staan aan de vooravond van dat Unitsky String Technologies daadwerkelijk hele grote stappen gaat maken. Dat zijn stappen in de zin van dat ze echt de markt opkomen, daar zijn ze nu ook gewoon klaar voor. Medio begin 2020 is dat ook aangekondigd, dat zij de markt zullen betreden. En dat zal straks een hele mooie uitwerking gaan hebben op hoe mensen aankijken tegen transport en hoe dat er in de toekomst uitziet. Unitsky String Technologies heeft ook samenwerking met verschillende bedrijven. Een van de bekendste bedrijven, ik denk voor onze Belgische deelnemers, dat is, als ik het goed uitspreek, Bekaert. Zij hebben staal geleverd aan Unitsky String Technologies. Deze rollen liggen daadwerkelijk op het testpark in Sharjah. En het grappige is dat als je bijvoorbeeld Google Earth zou gaan, als je dat zou willen gebruiken, en je gaat naar de Emiraten en naar het testpark toe, dan zie je diezelfde rollen die je hier op de foto ziet, zie je daadwerkelijk daar ook al liggen. Dan hebben ze nog verschillende samenwerkingen met andere bedrijven. Dit is eigenlijk een kleine greep van de bedrijven die ze hebben. Een aantal bedrijven staan erop en een aantal bedrijven staan er niet op. Elk onderdeel wat Unitsky String Technology wat er in een Unica is verwerkt of in een stringrail, is compleet zelf ontworpen, zelf gemaakt door de Unitsky String Technologies. Dit kost enorm veel tijd en dat is soms heel moeilijk uit te leggen, omdat wij mensen, we willen eigenlijk niks liever dan dit daadwerkelijk zo snel mogelijk in het echt zien, er zelf mee kunnen reizen. Alleen, het is van belang dat de grootste zorgvuldigheid hierin wordt gebruikt, omdat er praktisch gezegd er kan en mag niks misgaan. Dit is ook nog twee foto's van Unitsky String Technologies. En je ziet op de foto rechtsonder de baan in Wit-Rusland. En dat is een van de vijf huidige banen die er op dit moment daadwerkelijk operationeel zijn en waarop wordt getest. De voordelen. Dit bedrijf heeft eigenlijk talloze voordelen. En je kunt het zo gek niet bedenken, maar in vergelijking tot ons huidige vervoerssysteem is dit eigenlijk het grootste voordeel. Het gebruik is efficiënt, de ruimte die het nodig heeft is efficiënt. Ze kunnen op een kortere afstand en op een snellere afstand achter elkaar rijden. Het gaat volledig automatisch. En dat is eigenlijk een hele kleine greep, waardoor er eigenlijk ook meer ruimte terugkomt voor de natuur, zodat de natuur
in een goede, in een, op een goede manier kan, zich kan herstellen. En heel eerlijk gezegd, als, dat is mijn persoonlijke idee. Er zijn een hele hoop uitvindingen gedaan, een hele hoop innovatieve ideeën en ze zijn allemaal goed. Maar als je kijkt naar, naar de uitwerking daarvan, dan werkt het, is het idee goed, maar is de uitwerking ervan ook goed. Maar zeg ik altijd, het kan nog beter. En we kijken nu naar een presentatie waarin je eigenlijk heel goed kunt zien dat het ook daadwerkelijk beter kan. Dit is een foto in augmented reality. Wat ik net al aangaf, ik ben een professioneel gebruiker van de applicatie AdvaHunter. AdvaHunter maakt het mogelijk om voor jou en mij het in staat te stellen om een lijn te maken, te visualiseren van Unitsky String Technologies. Dit is gedaan met augmented reality. Wat doet augmented reality? Die legt eigenlijk een klein 3D-laagje over het beeld wat we zien. En in dit geval is dat een stringrail met daarop een Unicar U430T3. Deze weg is een bestaande weg. De foto is niet bestaand, maar op deze manier krijg je heel snel een goed idee en een goede indruk van wat er mogelijk is. En je ziet hoe weinig ruimte de intermediate support van Unitsky String Technologies in beslag neemt. Als je kijkt naar de huidige autoweg, zie je dat er een hele, hele lange laag asfalt is gelegd waarop de auto's van A naar B rijden. Is nodig. Op een andere manier zou het heel hobbelig worden, maar als je dat vergelijkt met Unitsky String Technologies, dan zie je op deze foto al direct dat het efficiënter kan. Dit is ook nog een foto in augmented reality. Dit is van hoe het eruit zou kunnen zien. Dit is een foto met de Unicont. Wat specificaties van de Unicont. En daaronder zien jullie twee Unibikes. Dit zou straks in de praktijk ook daadwerkelijk zo kunnen gebeuren. Op het op testpark in Sharjah wordt het straks ook getest met de Unicont en een grote Unibus. Om ook daadwerkelijk de mensen laten zien dat je zowel onder als bovenlangs dingen kunt transporteren. Ook de Unicont zal straks, daar wordt straks ook een module voor ontworpen dat die onder de stringrail kan hangen. Dus zowel onder als bovenlangs gaat die straks getest kunnen worden. Er zijn ook nog wat foto's in augmented reality. En ook op deze foto's krijg je een goede indruk hoe het eruit zou kunnen zien. Voor sommige mensen lijkt het Photoshop. Ik zeg altijd heel simpel, probeer het zelf. Het is best wel indrukwekkend, want ons brein onderscheidt niet het verschil tussen werkelijkheid en fantasie. Dus dat wat jij op dat moment op je beeldscherm van je telefoon ziet, en wat jullie nu dus op een foto zien, je hersenen pakken dat op als signaal, hey, daar rijdt daadwerkelijke module. En die zal dat niet oppakken als daar rijdt een 3D-module. Dat wat het natuurlijk op die foto wel is. Dit zijn nog een aantal informatiekanalen die je kunt raadplegen. Er is heel veel informatie beschikbaar over Unitsky String Technologies. Daarvoor kun je het beste, wat ik net al aangaf, gebruik maken van een van de sites is onder andere www.unitsky.com. De andere is www.unitsky.engineer. En dan zijn er nog verschillende sites die, waar je ook gebruik kunt maken om van gebruik kunt maken om informatie op te zoeken. Er is ook een Facebookgroep. Daarin delen de beheerders, waaronder ik, de informatie die er vrij wordt gegeven vanuit het bedrijf of het fonds. Kan ik hierin participeren? Ja, dat is mogelijk. Ik raad aan om even contact op te nemen met degene die je hiervoor heeft benaderd. Hij of zij zal je betere informatie kunnen geven van alle vragen die je op dat moment hebt. Mocht dat niet zo zijn, dan is het ook mogelijk om een van de mensen te contacten uit het communicatieteam.
Een korte samenvatting, wat ik net ook al aangaf. Junitsky String Technologies is zuiniger, milieuvriendelijker, efficiënter. Eigenlijk heeft het bedrijf tegenover het huidige transportsysteem wat we kennen alleen maar voordelen. Ook de natuur kan met het gebruik van Junitsky String Technologies tot een geweldig punt zich herstellen. Dan nog wat laatste updates. Vorige week heeft Anatoly Junitsky een interview gegeven met de collega's van RSW. Dit interview is in het Russisch opgenomen. Er is een samenvatting beschikbaar. Deze kun je terugvinden in de backoffice van Skyworld Community. Dan moet je denk ik iets naar beneden scrollen en dan zul je hem terugzien. Dat is een samenvatting en daarin wordt aangegeven wat Junitsky heeft aangegeven in het interview. Waaronder wat gebeurt er na stage 15. Hoe ziet een IPO eruit? Eigenlijk op alle belangrijkste vragen is een antwoord gegeven. Mocht je het niet kunnen terugvinden, neem dan even contact op met mij. Op de volgende sheets zal ik op mijn telefoonnummer te staan. Maar dan kan onder andere ik ook nog wat extra informatie geven, mocht dat gewenst zijn. Dan zijn op dit moment namens Skyworld Community Vladimir Maslov en František Solar in Vietnam. En zij zijn daar om deel te nemen aan de belangrijke bijeenkomst. En daar verwachten wij binnen niet al te lange tijd ook updates van te mogen meedelen. Dit zijn de telefoonnummers. Mijn telefoonnummer staat erop en het telefoonnummer van Nettie Sommers. Mocht je vragen hebben, dan kun je een van ons contacten. Mocht je ergens niet uitkomen, het kan zijn met vragen over het account, vragen over betalingen, problemen met de helpdesk. Je kunt het zo gek niet bedenken, wij staan klaar. We proberen dit op een zo goed mogelijke manier op te lossen, zodat iedereen met een prettig gevoel rustig het mooie nieuws kan volgen wat er vrij zal komen van Junitsky String Technologies. Ik ben hiermee aan het einde gekomen van mijn presentatie. Ik hoop dat jullie er op een goede manier naar hebben kunnen kijken. Dat het ook een beetje goed over is gekomen. Nogmaals, mochten jullie vragen hebben, dan zijn Nettie Sommers en ik, Earl Kerriage, voor jullie bereikbaar. En we staan tot ter beschikking. Daarnaast ook de teamleden achter de schermen van het communicatieteam. Ook zij zijn bereid om alle vragen, opmerkingen, suggesties met jullie door te nemen, zodat iedereen op een goede manier het positieve nieuws van Junitsky String Technologies kan volgen. Ik wil